De wereldbevolking groeit naar 10 miljard in 2050. Daarnaast wordt de wereldbevolking steeds welvarender. En daardoor zal met name de vleesconsumptie toenemen. Hoe kunnen we de wens naar de vraag van vlees vervullen zonder de aarde uit te putten? Onze huidige vleesconsumptie is namelijk niet duurzaam. Er is veel land, water en voer nodig om dierlijke eiwitten te produceren. Van het land dat beschikbaar is voor landbouw, wordt 77% gebruikt voor veeteelt en slechts 23% voor gewassen van humane consumptie. Het vee gebruikt een groot gedeelte van de energie uit het voedsel om te grazen en om zichzelf warm te houden. Daarom blijft er maar weinig energie over dat in het initiële voer zat dat wordt gebruikt om vlees te produceren. Een vleeskoe heeft ongeveer 6 kilogram voedsel nodig om 1 kilogram vlees te maken. Door voedsel eerst aan vee te voeren en daarna te gebruiken voor ons eigen voedsel, is er dus veel energie verloren gegaan. Er zijn verschillende manieren om vleesconsumptie te verminderen. Allereerst kun je de porties vlees kleiner maken. Daarnaast kun je campagnes voeren om mensen minder vlees te laten eten, zoals Meatless Mondays. En als laatste kun je producten maken die vlees vervangen. Vleesvervangers worden ze ook wel genoemd. Deze alternatieven voor vlees kunnen gemaakt worden van bijvoorbeeld peulvruchten, zeewier, algen of insecten. Hoe kunnen we deze eiwitten verwerken tot aantrekkelijke producten? En hoe denkt de consument hierover? Doe onderzoek, breng jouw advies uit en win een reis naar de Verenigde Staten. Ontwerp jij de nieuwe vleesvervangers waarmee we 10 miljard mensen kunnen voeden?